Het is de politie opgevallen dat in sommige delen van Paramaribo de lockdownregels om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens binnen te blijven niet worden nageleefd. Met name in het zuiden van Paramaribo nemen sommige burgers het niet nauw met de maatregel. Humphrey Naden van de publiciteitsdienst van de politie zegt dat de politie zal nagaan hoe de surveillance in de verschillende buurten verhoogd kan worden. Op de persconferentie van gisteren riep Naden de ouders op hun kinderen aan te spreken en binnen te houden. Dus ik vraag aan die mensen en zeker aan de volwassenen, zeker ouders en verzorgers, let op uw kinderen, want er zijn ook kinderen die de straat oprennen en dan als de politieauto komt, dan ze weer naar binnen. Dat soort van gevallen natuurlijk. Het lijkt een kiek te zijn, maar het kan verstekende gevolgen hebben. Toch? Dus ik vraag aan de ouders en verzorgers om erop te letten dat hun kinderen dat niet doen. En aan de iets volwassene personen wil ik vragen, houdt u zich aan die lockdown van 8 tot 6, zodat u dus niet in problemen komt met de veiligheidsdiensten. Dat het een moeilijke klus voor de politie blijft om vooral de jongeren in het gareel te houden, bewijzen de volgende beelden die onze nieuwsdienst opgestuurd heeft gekregen. Enkele jonge mannen meenden om na het ingaan van de avondklok te moeten spinnen met hun auto's. Dus ik vraag aan die mensen en zeker aan de volwassenen, zeker ouders en verzorgers, let op uw kinderen, want er zijn ook kinderen die de straat oprennen en dan als de politieauto komt, dan ze weer naar binnen. Dat soort van gevallen natuurlijk. Het lijkt een kiek te zijn, maar het kan verstekende gevolgen hebben. Toch? Dus ik vraag aan de ouders en verzorgers om erop te letten dat hun kinderen dat niet doen. En aan de iets volwassene personen wil ik vragen, houdt u zich aan die lockdown van 8 tot 6, zodat u dus niet in problemen komt met de veiligheidsdiensten. Op de dagelijkse persconferentie gisteren zijn er ook vragen gesteld over de grote groepen mensen die nagenoeg elke dag in de rij voor Chotelal staan om inkopen te doen. Naden zei hierop dat de resortcommandant van Uitvlucht deze klacht heeft doorgestuurd naar de leidinggevende. En dat is dus dat vandaag gemerkt is dus dat de situatie overzichtelijker is geworden. Waarom? Er waren artsen daar en andere personen die de mensen de nodige instructie gaven met betrekking dus tot de onderlinge afstand. Dus je ziet, men doet er alles aan om dat ook in goede banen te leiden. Met betrekking dus tot dat van bussen die rijden, waarbij men zeg maar mensen overvraagt, et cetera, heb ik net binnengekregen. Dat mijn collega's van de motorsurveillance dienst, van de verkeershandhavingsteam en verkeersunit Wanica ook daarmee bezig zijn. Er zijn intussen 5 bussen reeds in beslag genomen. En er zijn 34 boetes uitgeschreven. Inspecteur Naden gisteren op de dagelijkse persconferentie van de regering. De politie en het COVID-19 managementteam doen nogmaals een dringend beroep op de jongelui om de politie niet te dwingen tegen ze op te treden.